Ik ben begonnen met de opleiding verzorgende IG. Vorig jaar, omdat ik graag met mensen werk. Ik kom eigenlijk af van de horeca. Die opleiding heb ik ook gedaan en er jaren in gewerkt. En toen de corona is uitgebroken, toen heb ik eigenlijk de switch gemaakt om op een ander gebied met mensen te gaan werken. En dan in de verzorging. Niet alleen het verzorgen, maar ook, er zit meer bij. En dat heeft mij eigenlijk getriggerd om in de zorg verder te gaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Shami. Nou, wat ik leuk vind aan het werk is, iedere dag is verschillend. Je komt bij de mensen thuis en je wordt altijd goed ontvangen. Je wordt heel erg gewaardeerd van de mensen en dat voel je ook. En een praatje maken en de mensen helpen die het zwaar hebben of hun ondersteunen. En ze kunnen bijvoorbeeld nog van alles, sommigen kunnen niets meer. En daar ben ik voor om ze dan te helpen. En dat is een heel breed gebied. Ook het fijne ervan is in de thuiszorg is dat je hebt een leuk team om je heen en je bent eigenlijk zelfstandig ook op pad. Maar toch werk je samen met je collega's die heel behulpzaam zijn. Hou je hold? Goed joh, dat kan niet meer. Oké. Fijne dag. Fijne dag. Hoi. Hoi.